Hey, we gaan een lijp hard met de pseudo-bosses. We hebben de vorige aflevering de Trigetemp, de Turtrike, we hebben de plant, we hebben Mr. Fister. En nu, wow, kijk. En we gaan nu in deze aflevering de Skarner fixen, want ik heb hem al. Hey, lekker. We hebben de Skarner Sacrifice, mensen. Die doen we in een van onze primeval-bosses. We moeten weer eentje uitkiezen om hem op te offeren. En dan gaan we daar andere dingen mee slayen. We gaan kijken wat hij allemaal kan. We gaan hem levelen. We gaan hem pompen. Dus, let's get it. Oké, met pijn in mijn hart kies ik voor jou, Monkey. Je hebt zo'n coole kleur. Je bent golden boy. Je bent blauw. Maar ja, weet je, jouw tijd is gekomen om te reïncarneren in een schorpioen. Dat wilt iedereen toch, of niet dan? Even kijken hoor. Nou, dat wordt echt zo'n treurige. Oh, waar is mijn schorpioen dan? Hij is hier zo treurig doodgegaan. Maar ik heb geen schorpioen. Hallo, wat is dit? Oh, hier. Hey, je schorpioen zit vast in de muur, man. Wat? Hoezo staat hij hier? Oké, kan ik op hem zitten misschien? Ja, ik zit erop. Ja. Zo, dat ding is huge en sloom. Huge sloom. Mega sloom. Dan ga ik denk meteen even de unicorn poop glitch doen. We gaan hem even speed levelen. En ondertussen andere pseudo-bosses killen. Welke gaan we killen? Goeie vraag. Maar we moeten eigenlijk ook even nog met primeval bossen killen. Want we missen energies dadelijk. Ze zijn op, als het goed is. Dus, als we die tegenkomen, meteen gaan slayen. Unicorn poop, dank u. Unicorn poop doe ik hierin. Als het goed is heb ik nog een saddle. Kijk, unicorn poop, eet op. En dan kunnen we flink gaan. Ja, nou gaan we lekker hoor. Misschien kan ik even ergens rennen op de map teleporteren. Oh, hey, wat de gast. Waar is mijn... Hier. Waar is hij? Oh, hier. Hoezo, waar is die gast? Ja, ik zag hem niet. Jezus, wat een unit. Deze is ziek. Heb ik ook nog attacks? Hij kan een stinky, denk ik. Ja, dat ding kan niet echt veel. Nou, je kan dit, hij kan dit. Yeah, epic beam. Zap hem. Yeah. Zap hem. Ja, we kunnen op. Ja, maar dit kan tering veel damage doen. Laten we gaan levelen. Ja, ik ga ook even flink levelen. Dan gaan we hoor, dan gaan we. En ze zien los. Hoppa, movement speed. HP 2 milli ongeveer. En dan gaan we de rest allemaal op damage gooien. Damage. Level 1597. Damn, mooi. Oh ja, nou is het wel beter. Ja. Hoek hem. En nog lang niet volledig level, maar ik weet wel dat er een overspan hierboven zit. Dus ik denk dat we hier maar gewoon even een paar van die snollekes gaan killen. Just voor de level. Maar misschien is het ook wel cool om nog een keer een grot in te gaan. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Of er nog ergens een cave is. Want we hebben sowieso nog meer artifacts nodig, weet je. En dat moet toch gebeuren. Ja, dat hebben we wel nodig, ja. Ja. Maar waar? Waar op deze map zit nog een artifact cave die wij kunnen gaan bezoeken? Oh nee, oh. Hey, runen. Pak die runen. Ja, wat gebeurt er? Hoezo? Wat zit ik te attacken hier? Wacht. Tenacious Prom. Teresino, what the fuck? Hij slaat nou, maar ik doe echt mogelijk veel damage met het, of torpen met dat ding trouwens. Maar wat een unit, hij slaat nou. Kijk die. 1.6 mil. Zullen we die gewoon temmen? Hij moet Prom food hebben. Ja, nu die toch neer is, weet je. Waarom niet? Hij moet er 12 hebben. Dan heb ik gewoon nog genoeg ook. Hoppa, lekker, hatsenflatsen. Eet op die shit. Nou, wacht, dan moet ik wel even meat spot, of weet dat? Dat hij honger krijgt, dit denk ik. Hop, kijk. Eet op. 500 food per hapje, hè. Moet je nagaan. 12 food moet hij eten. Kom op. Dan hebben we daar een Tenacious Prom Teresino van level 840. Ik weet niet of hij iets speciaals kan. Ik hoop het wel. Maar die stats van hem zijn in ieder geval knetter insane. Want we hebben dadelijk toch van die Prom dino's nodig. Voor als we uiteindelijk de Prom mod gaan uitspelen. Oeh, dit is wel vet. Oeh, wacht. Ik ga even naar de base teleport en dan ga ik even verder op jou. Ik ben al heel benieuwd wat jij gaat doen. Fjord, de kleine dinozoon. Oké, oh shit. Deze moet hier niet staan. Kan ik hier nog... kan ik hier nog weg met mijn schorpje? Dit was niet de bedoeling. Oké, laat maar rust. Dan gaan we even naar buiten de gate gewoon, denk ik. Dan gaan we gewoon buiten de gate. Fuck it. Weet, er komt er niks mee. Nice. Oké, nou... Schorpioen, jij gaat hier maar even lekker chillen. Dat ding is ook zo mokken groot, hè. Gadverdamme eigenlijk. Een vieze grote schorpioen.
Als er een beest naar is, dan is het met een schorpioen. Je zult er maar gewoon, je zult maar gewoon rustig aan het rondlopen zijn. Dan krijg je niks een pin van zo'n schorpioen in je voet. Gewoon takka. Gadverdamme. Een Teresino. Kijk, dit 1,7 miljoen HP, dat ding. Damn, boy. Dit is de prom ding. En hier maak ik een saddle in. Teresino, nee. Moet hij gewoon een normale Teresino saddle hebben dan? Teresino saddle. Wacht, volgens mij heb ik hem niet in mijn inventory. Oké, nou, dan doen we een saddeltje erop. Kan niet, kak. Huh. Wacht, hoe maken we dan de saddle? Dit is een prom Teresino saddle. Prom. Hebben we niet een soort van prom workbench of zo? Want prom Pandora box. Is dat het dan? Wacht. Nou ben ik even verward hoor. Hier. Prom Pandora box. Die kan ik neerzetten. Oh, die staat er al. Dat is dit. Ja, dat is dit. Saddles. Oh, hier. Ja, ja, ja. Oké. Kijk, prom Teresino saddle. Kijk, daar lijkt er meer op. Maar wat kan je hier nog meer maken dan? Want wij hebben Pugnesia bijna uitgespeeld eigenlijk. Maar hier, oh, dan moet je even allemaal weg. Hier kun je al die weapon skins maken, items, potions, weapons, firearm stack. Oké, hier kan je allemaal leuke dingen maken nog. Een soort van de smithy van de prom is dit eigenlijk. Met nou de dino, de prom, Teresino. Het is donker, beter wordt even licht. Wacht, ik tp even ergens naartoe. Ja, gaan we gewoon even naar ons vakantiehuis. Even rust en vrede opzoeken. Maar heeft deze speciale tag, dat is de echte vraag, 141k base damage, mensen. Dit is niet normaal. Hoppa. Dan kan ik nog kietelen met de kietelhandjes. Lekker. Nee, dat ding is niet speciaal. Maar hij is gewoon tering sterk, that's it. Maar hij heeft niks, geen andere aanval of zo. Maar toch. Deze dino kunnen wij nog gebruiken voor heel veel bossfights. Deze dino is waarschijnlijk sterker dan de bosdino's die wij nou gewoon gebruiken, weet je wel. En vooral als ik hem ga levelen, want 5 miljoen AP, 10 miljoen AP. Movement speed, oh, de movement speed doet niet zoveel. Maar de melee damage... Oh mijn god, dat kan echt niet. Oh, dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Oh, wat is die damage? Bro, wat was de damage die ik nou ga doen? Loop! Dit ding blijft schijten! Stop met kakken, gast! Stop met kakken! Hij zit in zijn infinite shit, dat ding! Bro, stop nou met poepen, gast! Maar 1,9 miljoen damage! Hij blijft er maar doorgaan! Zo, dat is veel stront. Als ik erop ga zitten, gaat hij meteen wel poepen! Nee, doe nou niet! Het komt gewoon letterlijk uit zijn borst vallen, man, die poep. Oh, hij gaat... Oh, nog eentje. Oh. Ja, ik weet het ook niet, hè. Ik weet het ook niet. Waarom die nou blijft kakken? Hallo, kan ik er niet gewoon even een HP potion in janken? Misschien stopt die dan met kakken. Heb je nog HP potions? Nee, die heb ik niet. Stop het! Oké, wacht. Ik ga even naar de base. Oh, je gaat gewoon verder met kakken, man. Nee, Oh, wow. Ah, prom heal potion. Nice. Oké. Nou, kom maar door dan. En hoop... Huh? Hey. Ik heb een nieuwe dino. Je zit in de grond, wacht. Oh, nee, niet de Skarner. De Skarner, oh. Yo, Skarner, stop maar neergaan, gast. Ben alweer. Yo. Nou, dus ik dacht, ik tem een dino die ik onderweg tegenkwam, maar... Hij zit infinite te schijten, dat ding. Ja, maar voor mij glij je met je knieën over de grond, zeg maar. Het is echt zo. What the fuck? Ik sta gewoon naast je. Ik loop gewoon naast je. Ja, maar waar zit je op? Ik zit op niks. Nee, ik loop. Huh? Oh, je bent echt aan het bedelen bij mij, man. Ja, dat weet ik. Mijn dino is ook kapot, man. Het is alleen maar te poepen. Maar die stad van de ding is echt niet normaal, man. Stop je nou met poepen? Oh, kak. Moet je de stad eens kijken. Potion. Oh my god. Nog een en dan. Zo. Die stimulants altijd. Heb ik nou wel vol HP? Nee, nooit. Waar is de ding? Dit ding, die alleen maar aan poep is. Oh, huh? Is... Ja, die had hij per ongeluk genokt. Oh, wow, joh. Oh, je kan hem ook nog flame maken, joh. Ja, ook nog. En hij is 10 miljoen HP, 190.000. Oh. Oh, prom crystalline core, wacht. Maak hem lightning. Make it light. Oh, hier, crystalline core. Dan moeten we...
Chrome Crystal debris hebben. Ja, ik heb wat, maar ik heb niet veel. Volgens mij is het ook een beetje kapot, want normaal krijg je die Crystal debris gewoon in je inventory toch om de zoveel tijd. Oh ja, ik heb wel een beetje in mijn inventory inderdaad, zo. Ja, maar dat is nu niet. Hè? Ik heb achterin zitten. Ja. Ja, iets meer nodig. Moet je 100 hebben. Nee, veel meer. Ja, we moeten ook sowieso... Oh, weet je wat ik ga doen? Ik heb scheid. Ik ga een Ark Factory maken, gast. Ja, die moeten we wel hebben, ja. Maak hem. Wat maken ze? Ik weet niet wat ze maken. Element Factory, Ark Factory... Oh, je hebt er maar 2. Oh nee, je hebt er 4. Gasoline Factory, Factory. Welke moeten we hebben? Stop met poepengas, jongen. Daar ben ik wel klaar mee. Ja, element sowieso. Wow, we kunnen beide. Oh, komen we 40 element shards tekort? Shards, gast, wat de... Oké, nee. Element kunnen we maken. We komen metal ingots tekort. Hey, ik ga gewoon even haken. Ja, doe maar lekker haken, jong. Nou, nog 1 HP potion. Yo! Oké, en ik heb al 3 HP potion ingegooid. Als hij nou nog steeds aan de kakken is, na deze dan weet ik het ook niet meer. Dat is echt ongekend. Nou, vol HP nou? Ja, hij heeft vol HP. Hij is gestopt met poepen. Yes! We hebben hem gemaakt, de kapotte kip. Werkt weer. En dan wordt mijn tijd er weer getagd door een stront. Oh, hier een random kop gezet. Hier, hij neer. Nou, zullen we hier maar even mee de overspannen lopen dan? I mean, het is een optie. Ik wil eigenlijk nog een cave verkennen, maar ik heb geen idee waar caves zijn. Dus weet je nog een goede artifact cave te vinden? Waar wij nog niet zijn geweest. Laat het ook even weten in de comments, want dan gaan wij die ook even ontdekken nog. Maar nou begint in één keer dat prome gedeelte ook weer heel interessant te worden. Maar ik denk dat we eerst gewoon even Pugnesia af moeten ronden. En dan even moeten gaan bemoeien met prome. Maar dit kwam gewoon even op mijn pad, weet je. En ik had daar een flinke beroerte. Maar deze damage kun je zo hard gaan boosten, jongen. Niet normaal. Maar wat als ik met deze een Pugnesia bos ga killen? Hey, Rune. Nice. Rune. 79 van de 200. Ja, Rudy loopt een stukje voor mij, volgens mij, met de runes. Maar goed, je moet ook echt alle 200 runes hebben, wil je die torhamer krijgen, gast. Dat is echt onmogelijk. Daar ben je lang mee bezig, dat weet ik wel. Nou, hallo, beest. Hiya, beest. Zo, ojo, ojo. What the fuck, ik kan wel een zieke metal structures killen met dat ding. Huh. Oké, nou, dat zou ik niet aankomen. Nice. Als we nou gewoon weer een beetje naar het midden van de map gaan, 50-50 of zo, dan zit je weer bij die bosses. Die spannen hier wel vaak. Wat is dit? Nee, dat is ook niks. Hey. Misschien moet ik hier onder water gaan kijken, want ze zwemmen hier altijd. Op de midden van de map, precies op de midden van de map. We gaan naar 50-50 onder water. Daar zitten sowieso bosses die we moeten killen voor de energy. Dat is al vaker geweest. 50-50, nou daar zijn we bijna. Oh, wat is dit? Oh ja, hier zit dus ook nog gewoon een hele tribe onder water. Gewoon omdat daarom, weet je wel. Maar geen bosses, huh? Hier zijn altijd bosses. Oh, kijk, daar heb je al eentje. Een rustige manticore bevechten onder water, waarom niet weten. Hoppa, nou, die is neer. Kijk wel al die Pugnesia dingen voor, leuk. Hier nog een Indominus Rex onder water. Hoppa, nou, die is ook neer. What the fuck, handig voor een energies dit. Spant er nog iets? Of misschien moeten we even een onderwater cave gaan zoeken met... Met de Teresino. Oh, wow, hier is iets volgens mij. Nee joh, nee joh. Vind ik nou oprecht iets of niet? Vind ze gewoon een mooi gedeelte onder water? Ah nee, dat is gewoon een mooi gedeelte. Oh, wow, nee. Oh, ik vind gewoon een grot. Huh, kijk. Huh. Daar, huh, wow. Wacht, nou ben ik even verward. Pearls. Dat meen je, gast. Oh ja, wacht. Misschien kan ik hier nog iets vinden, joh. Nou, we hebben toch nog een grot gevonden in deze aflevering. Dit is wel echt een vette locatie, man. Vet om te bouwen hier. Oh, dit is echt groot. What the fuck? Yo, hier wil ik bouwen, man. Ja, ik heb dus nog een ARK-server, mensen. Die kunnen jullie ook joinen. Moet je even naar www.twitch.tv/Jamesy gaan. En dan kun je een whitelist aanvragen door middel van kijkuren te hebben op mijn Twitch. Maar ik denk dat ik op die server wel hier kan gaan bouwen uiteindelijk. Ik zit nou in de moerasgedeelte in dat kasteel. Maar oh, als ik hier een basis neerpomp... Wat een zieke plek. Je hebt ook maar één doorgang volgens mij, hè? En hier moet je gewoon helemaal vol gaan janken met van die Plant X turrets. Want normale turret zit er niet in. Dan weet je dat ook vast. Nee, daar gaat hij weer. Nee, stop dan. Oh. Niet weer de oneindige poep. Nou mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Hey, vergeet niet te liken, te abonneren en ik check jullie allemaal weer bij de volgende. Pff.
Peace!